Welkom bij TCG en Toys. Vandaag ga ik Grocery Can uitpakken. En ik heb niet zomaar een pakje, ik heb een team pack. Hier staat What Hot Chili Stinky Kaas. En het, hier staat boven, het is de Sticky Sweets Inclusive Special Sticky Edition. Nou, ik ben benieuwd wat voor welke erin zitten, hoe de namen heten. En ik ga hem, en welke twee erin zitten in de special, in de blind bags. Nou, ik ga ze openmaken en dan gaan we kijken wat erin zit. Oh, camera, sorry mensen. De camera viel even om. Ik stoot er tegenaan. Moet hem even weer goed zetten. Zo. Zo. Deze gewoon openknippen. Joh, kan ik hem openknippen. Kijk. Dan kan ik hem uithalen. Dan gaan we eerst kijken naar de checklist. Nou, dat zijn er veel. De rode is commons. Blauwe is rare. Groen is ultra rare. Paars is special edition. Dat zijn de sticky sweets. En oranje is metallic. Limited edition. Nou, dan hebben we hier de groene allemaal. Zo, allemaal specials. Moldy fake dingen. Dan hebben we hier de sticky sweets. Dat zijn de special editions. Oh, moeten we goed laten kijken. Dan hebben we hieronder de metallic, dus de trashcans. Dat zijn limited. De achterkant hebben we meer. Dan hebben we hier de grote quartz greasies. De so dirty. De half-baked bakery. De badly frozen. De awful thousand. De skimming sodas. De bathroom supplies. En de stinky snacks. Nou, we gaan de eerste kijken. Dat is een kaas. Ze zijn heel erg squishy. En dit is een stinky kaas. Even kijken waar die zit. Stinky cheese is het. Ja, want er op de verpakking stond ook een stinky cheese op. Dus ik denk wel dat dit is een rode. Dus het is een common. En ze zijn lekker. Ze zijn ook een pencil toppers. Dus je kan ook een pencil. Zelf een pencil pakken. Kijk, ik kan hem erop zetten. Hop, joe. Kan je hem ook erop laten. Nou, dan strepen we die af. Ik ga meer eerst van die 10 packen openen. Ik ga de volgende keer nog een 10 pack openen. En daarna ga ik met de blind bags beginnen. Volgens mij kan ik het niet zien. Dus ik moet hem even de camera gaan draaien. Zo. Even draaien. Zo. Zo. En de volgende is een sausje. Denk ik. Of een soda flesje. Het is een Sickly salsa saus bij de salsa. En dit is een red. Dus dit is een blauwe. Het is ook weer zo squishy. Het is ook weer een pencil toppen. Nou, de volgende. Ah, een popcorn. Dit is slopcorn. Dus, ze zijn allemaal zo squishy. Dus ik vind het wel leuk. En die is een common. Dan gaan we naar de volgende. Is ook weer een squishy. Het lijkt wel een deeg of zoiets. Even kijken. Oh, het is een cracker. Een cracker is het. Het is ook een squishy ding. En die is ook common.
Dan gaan we naar de volgende. Dit is een wafel. Kan je zo zien. En hoe heet die? De wafel. Weet jullie hoe het is? Afel wafel heet die. En het is ook een komma. Dus eentje die vaak volgt. Dan gaan we naar de volgende. Ah, dit zal wel een soda iets zijn. Dit is terrible tomatensaus. En die is ook commons. Nou, streep ik er weer af. Nou, en dit zal wel een zeepje zijn, denk ik. Dus ik denk dat die... Moet ik even zoeken. Krottisopie. Het is een blauwe. En een blauwe is een... Dat gaat zo een zeep zijn. Is ook zo'n squishy ding. Ik zet hem hier neer. Zo in het zicht. Maar de laatste vissen is ook een squishy. Een pie. Hoe zie je dat? Getdemme. En het is een... Is het een chunky cheesecake? Volgens mij wel. Een chunky cheesecake. Laat hem klommen achter als je dat zo vindt. Het is heel squishy. Ik heb echt helemaal zo doen. Ja. Heel squishy. Ik denk het wel. Maar het lijkt er niet zo op. Dus ik weet niet welke anders het moet zijn. Het is geen Mondi Fudge. Het is geen sticky sweets, denk ik. Nee, het is ook geen limited edition. Want die krijg je niet zo 1, 2, 3 zichtbaar uit dit ding is. Ik denk wel dat het een chunky cheesecake is. Je hebt twee verschillende kleuren. Dus ik zou wel zien als ik de andere kleur heb dat het precies hetzelfde is. Leg hem hier neer. Dat is een waar. Nou, nog twee Blindbox varianten. Ik zal hem even eruit halen. Ik kan die weg. Twee Blindbox en kijken wel wat erin zit. Zo. Oh, dit is een zacht dinges. Dus het zal geen special dinges zijn. Dus het is een zachte. En oh. Het is een... Welk is dit? Het lijkt wel een beetje veggie dinges, denk ik. Nee, ook niet. Oh ja, het is van de Sticky Sweets, deze. Ik zie hem al zitten. Dit is een special edition. Dit is lame licorice. Lame licorice. Oh, dit is een Sticky Sweets. Het verpakking staat inclusief Sticky Sweets. Dat is deze. En dit zijn allemaal special editions. Nou, de voorlaatste blindbag voor vandaag is... Oh, het is een harde. Het is een harde. En wat betekent als het een harde is? Dan is het een... Sorry, de batterij viel even uit. Dus ik ga weer verder waar ik gebleven ben. En ik heb hem, dit is een Moldy Veggie en dit is een cauliflower. Het lijkt wel zo'n bloemkool. En het is een groene, dus het is een ultra rare. De veggies zijn altijd ultra rare. Dus ik ben hier heel blij mee. Dit is mijn eerste pakkie. En volgende keer ga ik weer zo'n 10 pack openen. Ik ga wel kijken voor een andere... Mijn batterij viel telkens uit, dus ik moet het even snel afronden en dan de volgende keer ga ik gezegd dat ik weer 10 packs zou openen en dan daarna pas met de 2 packs gaan beginnen. Dus ik zie je de volgende keer weer. Morgen ga ik weer een LOL door openen en dan zondag weer Pokémon kaarten. Dus hou je vast. Tot de volgende keer.